Nou, dat is even schrikken, hè? Nou, dat was echt schrikken. Ja, dat ging heel snel en ja, dat was heel spannend. Ja. Vertel. Rond 8 uur, net op de dodenherdekking, ontdekten we het. En nou, dat ging zo onwijs hard. Dat was echt... rond een uur of 9 wisten we dat we waarschijnlijk ons huis uit moesten. En we hebben nog tot 9:30, 10:15 in de tuin gezeten. Toen moesten we echt weg. Een uurtje lang. En toen tot 30:30, toen kregen we echt definitief dat we mochten blijven in ons huis. Een vreselijke vraag, ja, maar wat ging er door je heen? Mijn beestjes. Ja, mijn kinderen had ik en mijn man. En ja, voor die mensen, voor het bedrijf ook vreselijk. Ja, dat wil je gewoon niet. Allemaal hardwerkende mensen. En, maar je zag even je huis gaan. Ook ja, maar ja, dat is materiaal en het is niet leuk, maar ja. Als je beesten maar hebt. Als mijn beesten maar heb en mijn kids en het belangrijkste. Ja, is dat best wel heel eng, heel heftig. Ja.